Dit is moordenaar! Met moordenaar! Met moordenaar! Iranse regime is moordenaar! Met moordenaar! Iranse regime is moordenaar! Met moordenaar! Iranse regime is moordenaar! Vrij, vrij, vrij! Alle politieke gevangenen in Iran vrij! Vrij, vrij, vrij! Alle politieke arbeiders in gevangenen vrij! Alle politieke gevangenen vrij! Alle journalisten gevangenen vrij! Alle journalisten gevangenen vrij! Alle advocaten gevangenen vrij! Vrijheid voor Iran, Iran voor everyone! Vrijheid voor Iran, Iran voor everyone! Alle advocaten gevangenen vrij! Het is niet leuk om hier met z'n allen te zijn. Niet leuk. Want de aanleiding, 10 december, Wereldmensenrechtendag, dat brengt ons hier bijeen en specifiek op ook u, Iraniërs, die hier al wat in Nederland leven, om die een hart onder de riem te steken. 10 december zal in uw mooie land, wat ik ken, zal niet gevierd worden. Want het zal juist in het Europa van vandaag, waar de mensenrechten op een schandalige manier worden vertrapt. U weet dat allemaal wel. Want u kent in Iran uw vrienden, uw familieleden, die niet zoals wij hier kunnen gaan staan om te protesteren tegen wat dan ook. Ik verkeer al jaren in uw midden. Want ik ben geboeid geraakt. Wat er in uw land is gebeurd en nog steeds gebeurd. En we niet oppassen, zal gaan gebeuren. Het is buitengewoon triest. Om daar jaar in jaar uit mee bezig te zijn. Het zijn juist jullie die van ons als Iran-comité, ik zeg liever anti-Iran-comité, de inspiratiebron zijn om door te gaan. Zolang jullie het volhouden, krijgt u ook een support van Nederlanders zoals ik. U bent de bron van het werk. En dat er in Iran verschrikkelijke dingen gebeurt, dat weet ik ook wel. Maar het is goed om hier op de dam, dat nog eens in alle openbaarheid te zeggen. En dat er studenten zijn, bloggers, journalisten, advocaten, noem ze maar op, kent ze wel. En die in hun vrijheidsstrijd worden gestraft, worden gearresteerd, in de pakken gegooid, gemarteld. En soms moet men dat met de dood bekopen. U en ik weten dat.
En ik kijk, iedere week krijg ik wel meer berichten binnen over de afschuwelijke dingen die er in uw land gebeuren met individuen, met groepen. Je kijkt soms van op als je een week is niks voor het geval, de misdaden die dat die raad zich in zien. Plek. Maar het gaat maar door. En waarom houden we dit niet bij de vol? Waarom leggen we ons daar niet bij neer? Bij mensenrechten, schendingen van de mensenrechten, mag je nooit bij neerleggen. Ik heb een hele oude vriend, helaas, die een paar maanden geleden overleden. Lord Slynn of Hepling. Het conservatieve, prettige parlementariër Lord. Die ik erg goed kende. En jij bent een paar dingen duidelijk gemaakt. In de eerste plaats, jij bent een echte parlementariër. Dat was ik, ik ben en een echte parlementariër, de coalitie is van een echte parlementariër, moet zijn mensenrechten. Als je daar niet achter staat, dan ben je een waardeloze parlementariër. Dat behoort iedereen in zijn hart te dragen. Links of rechts, christelijk of niet christelijk, jood of wat dan ook of iemand is. Iedereen hoort in een homo-verkant van godsdienst. Mensenrechten is de hart niet te dragen. Dat mogen we nooit vervangen. En zeker niet als het gaat om landen die Europa naar de meest verschrikkelijke dingen zien. Niet alleen met individuen, maar ook met groepen, bijvoorbeeld de vertrapping van de rechten van vrouwen. Daaruit wordt het gemaakt. En dat zit. Als het mogelijk is voor het gerecht worden gestreden. En dat is een belangrijke zaak op zo'n zwarte lijst op te stellen. Want mensenrechten mogen niet ongestraft overtreden. Pak ze maar aan als dat mogelijk is. En u weet dat gelukkig door aanhoudende internationale druk hier in Europa, en dat heeft jaren gekost. Ook Europa zo ver is gekomen om vrij strenge economische sancties en boycottmaatregelen tegen Iran in te stellen. Ik was daar persoonlijk zeer voor en ik ben zeer, zeer blij dat het zo ver is gekomen. Hoe komt dat? Waarom gebeurt dit? Dit gebeurt gewoon omdat mensen zoals u volhouden op aandacht van Iran te vragen. Waarom? Nederlanders zoals Rondag Tadio en ik, en Shanghai als de secretaris ons uitzicht, na het wetgeven voor uw land. Als u het niet zou zijn, om ons steeds verder te gaan. En door die kracht die u kreeg, opbrengt, jaar in jaar uit. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, dat weet ik ook. Dat gebeurt overal in West-Europa. In Scandinavië, Engeland. En de Staten, Canada, overal zijn bewegingen arrogant. Die de aandacht van de politiek, van de machthebbers, van de president en de staatshouder vragen om steeds grotere druk op Iran uit te oefenen. Dat heeft u bereikt. En daarom moet u niet pessimistisch zijn, maar volhouden en druk uit. Eens zal er een dag komen dat het normale tijdenregime in Iran in elkaar zal komen. De situatie wordt daar steeds rijper. Mede dankzij het zijn en dat uw vrienden en familieleden in Iran weten dat ze gesteund worden door comité's, door mensen zoals u en ik. En die bij voortduring druk uitoefenen. En zodanig dat ze weten in Iran dat ze niet voor mij staan en in een fundamentele vrijheidsstrijd. Eens zal een dag komen. En dat die succesvol zal zijn. Ik wens u
De aanleiding is van Wereld Mensenrechten dan. Veel sterker doen. En ik vraag u gewoon om door te gaan. Door te gaan, door te gaan. Want als u het niet meer doet, dan hebben wij geen achterban meer. En geen inspiratiebron meer. Juist op u en uw vrienden en vriendinnen in Iran is er een Iran-comité, hier in Nederland. Maar er zijn er ook all over Europe en in de Verenigde Staten in Canada. Zijn mensen die voor u opkomen. Jezus, voor ons allemaal, voor de wereld, voor de vrede, voor iedereen. Dank u.